En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ik zou willen voorstellen om even kort te schorsen om te kijken hoe we dit verder oplossen. Ik schors de vergadering en geef de heer Van Houweling het woord. Voor de goede orde, ik zei net, wat ons betreft komen er op een gegeven moment tribunalen, omdat de misdaden die rond het COVID-regime plaatsvinden zo ontzettend groot zijn dat het alleen zo op te lossen is. Dus het is natuurlijk mijn opmerking juist niet persoonlijk bedoeld naar de heer Sjoerdsma, want hij is een van de velen die wat dat betreft wellicht dan tegen die tijd in aanmerking komen. Dus hij hoeft het niet persoonlijk op te vatten. Hoewel hij wel net een persoonlijke opmerking richting mij maakte op betreffende een roman wat al lang ontkracht is. Dus het zou hem sieren, de heer Sjoerdsma, als hij daar afstand van zou nemen. Oké, meneer Van Houwelingen, dit is precies niet wat we net hadden afgesproken. Toch weer jammer. Ik herfraseer uw woorden, dat doe ik nu ook bij uitzondering. Dat doe ik liever niet, want ik zou liever hier boven de partijen staan, me niet laten trekken in een debat tussen u en de heer Sjoerdsma. Maar wij spraken net af dat u inhoudelijk vindt dat er tribunalen aanstaande zijn. En wij spraken net af dat dat geen persoonlijk dreigement aan het adres van de heer Sjoerdsma was. Ik zie u instemmend knikken, dan laten we het hier nu bij. Maar besef dat woorden ertoe doen. Ja? Dan zijn we er weer. Ik kijk naar de heer Sjoerdsma, want hij was nog niet aan het einde van zijn betoog gekomen. Ik weet niet of u het af wilt maken. Voorzitter, ik ben meer dan aan het einde van mijn betoog gekomen. Die collega's die nog een inhoudelijke vraag aan mij willen stellen, die zal ik uiteraard van harte van antwoord voorzien. Daar hebben zij recht op. Zij hebben het recht op om mij als en D66 als tweede partij van het land te bevragen, om kritisch te bevragen. Daarom zal ik blijven staan. Maar ik moet wel opmerken, mevrouw de voorzitter, dat ondanks uw herfrasering die ik op prijs stel, dat de heer Van Houwelingen die woorden niet terugneemt. En sterker nog, hij maakt ze misschien nog iets erger. Want waar de woorden eerst richting mij alleen, op mij alleen waren gericht, richt hij ze nu op iedereen die verantwoordelijk is voor het coronabeleid. Nee. En voegt, nee, mevrouw de voorzitter, ik markeer dit nu in deze Tweede Kamer. Richt hij ze nu op iedereen die het coronabeleid op een of andere mate steunt. En ik zeg u dit. U kunt democratisch tot stand gekomen besluiten niet gelijkstellen met misdaden. U kunt de parlementariërs niet misdadigers noemen. U kunt niet zeggen, uw tijd komt nog wel. Helder. Dat soort bedreigingen hebben geen pas in deze Tweede Kamer. Die waardigheid, die zullen wij allen moeten terugbevechten. En dat ben ik ook met u eens. Tegen de voorzitter. Dat ben ik met u eens. Nee, we gaan dit echt even afsluiten, dit punt. Want we kunnen hier overheen blijven gaan. Ik zie uw ergernis en ik deel die ergernis, maar dit is nu even wat het is. Ik heb expres iets langer geschorst, omdat ik denk dat het goed is na alles wat er vanochtend is gebeurd. De gemoederen even iets meer tot rust te laten komen. En dat niet alleen. Ik heb de heer Van Houwelingen verzocht of hij nog een keer de woorden die echt gericht waren aan het adres van de heer Sjoerdsma in persoonlijke zin nog een keer zou willen nuanceren. Dat hij het niet bedoeld heeft als een persoonlijk dreigement. En daartoe is de heer Van Houwelingen bereid. Dat je de mensen met een negatieve testuitslag binnen hebt, achter die poort van het toegangstesten. De mensen die gevaccineerd zijn, dragen het virus bij zich in de keel, zijn weliswaar veel minder besmettelijk, maar niettemin. Die kunnen het virus tijdens dat festival overdragen aan